I was born without an arm and a lower leg on my left side, but I never considered myself as a disabled. Whether it's on a track, in a classroom, or working with my foundation, I am focused on constantly becoming a better version of myself. I like to have fun, but I have big goals in sprints and long jump. I want to be the best, and I know I can do it. Ursus Cheetah Blades give me the freedom to follow my dream, and thanks to their technology, I'm one step closer to making them a reality. Goedemorgen allemaal, goedemorgen kinderen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem en vandaag hebben wij wederom een Olympische medaillewinnaar, een Paralympische medaillewinnaar. En ik vind het heel erg gaaf, want ja, het is wat hoor, als jij een bepaalde beperking hebt en je kan ook nog gewoon supergoed sporten. Dat vind ik mooi om te horen. We gaan vandaag het gesprek aan en jullie gaan de vragen stellen aan Marlène van Ganzenwinkel. Zij is een sprinter. Zij loopt 100 meters hard, ze loopt 200 meters hard en ze kan ook heel erg ver springen. Hoe dat precies gaat, dat kan ze jullie misschien wel vertellen en hoe ze dat doet. Ik vind het heel erg gaaf om te horen, want ja, ik kan helemaal niet hard lopen. Ik kan helemaal niet echt sprinten. Maar laten we gewoon Marlène erbij gaan halen. Goedemorgen Marlène. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat tof dat je er bent. Superleuk. En er gaan alweer een heleboel vragen gaan er zo dadelijk komen van die kinderen. Maar de eerste vraag die ik altijd als meester Jochem aan de atleten stel, is: waar ben jij op dit moment? Nou, op dit moment ben ik gewoon thuis. Ik heb vakantie. Jij hebt vakantie? Ik heb vakantie. Ik hoef heel even niet te sporten. En ook heel even niet naar school, dus ik mag heel even genieten van een lekkere vakantie. Dus ik ben lekker thuis. En thuis is in welke plaats? In Amsterdam. In Amsterdam, kijk eens aan. Hey, en dan ook nog de basisvraag natuurlijk, en dat willen de kinderen altijd weten, en ik ook als meester Jochem. Hoe oud ben jij? Ik ben al 26. Nou, dat is toch een hele mooie leeftijd, 26 jaar oud? Zeker, heel goed. Hey, vertel eens, jij bent een Paralympisch atlete, zo noem ik dat dan even. Hoe noem jij jezelf als sportster? Of hoe zie jij jouzelf? Ja, ik stel altijd wel dat ik een Paralympisch atleet ben, omdat ik graag naar de Paralympische Spelen, niet naar de Olympische Spelen. Maar in principe als ze het vragen, bijvoorbeeld wat doe je voor je beroep of zo, zeg ik altijd gewoon professioneel atleet. Ja, en dan is natuurlijk de meest logische vraag daar misschien. Wat is de reden dat jij meedoet aan de Paralympische Spelen en niet aan de Olympische Spelen? Zoals jullie net al in het film zagen, ik mis mijn linkerarm en mijn linkerbeen. Kan je dat eens laten zien aan de kinderen? Ja, dus mijn arm. Oké. Die klopt niet helemaal? Nee. En dan heb ik ook nog een prothese. Kijk. Oh ja, ik zie het. Ja. Ja, ik even kijken. Ik kan hem even groot maken voor de kinderen. Ja. Dat is wel een ander been dan standaard. Ja. En laat je arm nog eens zien. Ja. En wat zit er? Ik zie het aan je arm zitten. Dat is nog wel een vinger. Dat is een soort vinger. Wij noemen het gewoon een vinger. We weten niet zo goed wat het is. Maar ja, wij noemen het gewoon een soort vinger. En kan je het bewegen? Ja, maar dan moet ik heel dichtbij komen. Even. Kijk, dan zie je dat ik hem zo... Ja. Ja. Heel klein beetje, maar ik kan het wel. Maar hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik ben zo geboren en waarom ik zo geboren ben, dat is niet bekend. Oké, dus het is gewoon zo ben je geboren. En want jouw been, dat was dat ook al meteen niet zoals het moet zijn, zeg maar, of zoals het normaal gesproken is? Ja, ik ben geboren eigenlijk zo helemaal zonder voet. Ja. En je hebt in je onderbeen heb je twee botten. Ja. Je scheenbeen en je kuitbeen. En je hebt een soort aandoening waarbij je geboren wordt zonder je kuitbeen. Dit is best wel vaak. Maar ik ben geboren met een heel kuitbeen en een half scheenbeen. Dat is niet handig. Gek. Nee. Nee, dus wat ze hebben eigenlijk gedaan, ze hebben verder niks geamputeerd, niks afgehaald. Ja. Ze hebben alleen even die twee botten aan elkaar vastgezet en voor de rest niks. Dus het is best wel hetzelfde gebleven. Ja,
Hey, en toen ben je op een gegeven moment, heb je de kans gehad om meer te gaan sporten. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, ik ben eigenlijk altijd wel sportief geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit niet gesport heb. Ik denk vanaf dat ik 3 of 4 was, zat ik altijd wel op een sport. Ja. Dat heeft gewoon een beetje verschil welke sport het dan was, maar ik was altijd aan het sporten. Ja. En eigenlijk ben ik pas in 2017 echt begonnen met fulltime sporten, of in ieder geval heel veel sporten. 2017 pas? Nee, sorry, toen ik 17 was. Oh, toen je 17? 2013. Ja. 2012. Oké, okay, ja, dat is al ruim bijna 10 jaar, dus dat is heel lang. Ja, hey, die eerste vragen komen al binnen. Het is eigenlijk een hele basale vraag. Hoe is het om met 1 arm en 1 been te leven? Ja, goede vraag. Voor mij is dat best wel normaal, omdat ik niet anders weet. Ja. Ja, voor mijn gevoel heb ik geen handicap. Ik heb wel een handicap, maar geen beperking. Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ik heb wel een handicap, maar geen beperking. Wat bedoel je daarmee? Nou, een handicap is in principe gewoon een woord voor een persoon die anders is dan de rest. Ja. Dus dat is een beetje, dat ligt, ja, dus ik met een arm, dus ik heb een handicap, maar iemand die slechtziend heeft ook een handicap. En iemand die intellectueel niet zo goed is, kan ook een handicap hebben. Ja. Maar een beperking geeft aan dat ik beperkt ben in dingen. En dat is niet zo. Oké. Okay. Ik kan namelijk gewoon alles. Kijk, dat is gewoon. Dus je kan een handicap hebben, maar dan hoef je niet beperkt te zijn. Omdat je alles kan doen wat jij zou willen. Ja, precies. Kijk. En zo voel ik me ook. Ik voel mij niet per se beperkt in mijn leven. Oké. Okay. Dat is heel fijn om te horen. Dat is heel fijn om te horen. Nou, misschien in het verlengde daar wel een goede vraag van. Ben je vroeger gepest op de basisschool? Dat is eigenlijk, ben je vroeger wel eens gepest? Ja, eigenlijk best wel veel eigenlijk. Vanaf de groep 3 tot met de 2e klas ben ik wel gepest. Ja. Dat is een hele lange tijd. Een hele lange tijd. Dat kwam ook een beetje omdat ik als meisje voetbal heel leuk vond. En dat was toen nog niet zo als nu eigenlijk. Ja. In ieder geval dat denk ik. Maar ja, het is ook een beetje dat... het is soms best wel ingewikkeld voor mensen als je anders bent. Ja. Ja, in principe ben ik gewoon anders. Ik ben bijzonder en dat is ook heel mooi. Ja. Alleen dat zien sommige mensen niet en die gaan jou dan daarmee op benadelen. Op een gegeven moment was dat voorbij en het was niet zo erg dat ik niet naar school wilde of zo. Dus het viel op zich wel mee. Maar waar merkte je dat dan aan? Dat ze jou een beetje pesten of benadeelden of... Nou, ik mocht niet meedoen met spelletjes en ik werd niet uitgenodigd voor verjaardagen en dat soort dingen. Dat is heel heftig. Nou, ik had 3, 4 goede vriendinnen en daar kwam ik wel altijd, want dan is het goed. Oké. Okay. En wat al die andere kinderen van de klas dan dachten en wilden, ja, dat maakt me niet uit. Weet je, als jij mij niet op je feestje wil hebben, dan wil ik ook helemaal niet heen, want dan voel ik me daar ook helemaal niet welkom. Nee. Dus weet je, van mijn echte goede vrienden werd ik uitgenodigd en ging naar de feestjes. En dan de rest wilde mij daar niet zo graag hebben. Nou, ja. Prima, dat is dan niet mijn probleem. Niet. Ik maak me wel met andere dingen. Ja, helder, helder. Er was ook een vraag op welke leeftijd ben je begonnen met sporten. Maar dat was dus in 2012, 2013 toen je 17 was. Dus die vraag hadden we al. Ja, toen ben ik begonnen met atletiek. Maar daarvoor heb ik dus 10 jaar gevoetbald. Ook daarvoor heb je 10 jaar gevoetbald ook? Ja. Met 1 been en de prothese, dat ging prima. Ja, ik zat bij een valide club in mijn geboortedorp. Ja. Maar wat was dan jouw schotbeen? Is dat dan met je prothese of met je goede been? Nou, ik was tweebenig. Tweebenig zelfs? Kijk. Zeker. Oh, wat goed. Dus dat kan gewoon, inderdaad. Zoals je al zegt, ik voel me niet beperkt. Heel goed. De vraag, hoeveel medailles heb je gewonnen? Die willen wij natuurlijk ook al weten, Marnelle. Nou, in Tokio heb ik er 3 gewonnen, maar ik heb al 14 internationale medailles. Dus medailles van EK's, WK's en Paralympische. 14? 14, ja. Dat is heel veel. En je hebt 3 medailles gewonnen in Tokio. Welke kleur? Ja, ik weet het natuurlijk al, want ik heb me natuurlijk wel even voorbereid. Maar volgens mij heb je ook de mooiste kleuren erbij zitten. Ja, ik ga ze even één voor één laten zien, want ik heb ze hier naast me liggen. Leuk. We beginnen met mijn allereerste onderdeel van de spelen, dat was verspringen. Ja. En daar won ik deze. Kijk, ik ga hem even groot maken, dat de kinderen hem goed kunnen zien. En wat staat er allemaal op?
Laat eens even kijken, want volgens mij staan hele grappige dingen op. Dus het lijkt wel, wat zijn die stippeltjes die erop zitten? Ja, ik zie stippeltjes. Dat is braille. Dat is speciaal voor mensen die dus slechtziend zijn. En die kunnen dan soort van lezen door middel van deze puntjes. Kijk, ja natuurlijk. Ja, logisch. En de achterkant, hoe ziet die er dan uit? Of de andere zijde? Ziet er zo uit. Kijk eens aan. Mooi. Heel erg mooi. En dit is een bronzen medaille. Ja, dit is een bronzen voor het verspringen. Dat staat er ook, dat is mooi, dat kun je ook zien. Dat staat dus hier onderop. Ja, woman's long jump zie ik staan. Een long jump betekent verspringen. Ja, helder. Mooi, tof. In ja, precies. In de T64 klasse. Ja. En dan heb je nog meer medailles. Ja, even kijken. Dan daarna hadden we de 200 meter. En daar mocht ik deze mee naar huis nemen. Kijk, die glimt ons tegemoet. Maar dat is dus gewoon een gouden medaille. Zeker. Zeker. Jij won gewoon goud op de 200 meter. Wauw. Ja, yes, zeker. In welke tijd? Want dat is ook wel een vraag. 26,22 seconden. Om even een duiding te geven voor wat als je normaal twee benen hebt en twee armen, wat wordt er dan ongeveer gelopen als je dus niet beperkt bent of geen handicap hebt? Om een idee. Nou, als je kijkt naar de echte toppers, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Daphne Schippers, ja. Of naar in ieder geval de Paralympische kampioenen, loop je 21,8, 21,9. Het scheelt maar 4 seconden. Ja, scheelt maar 4 seconden. 4 seconden zijn wel veel, maar... Ja, maar één been. Eén eigen been. Ja, oké. En dan heb je nog een tweede medaille volgens mij. Ook een gouden weer. Ja. Ja, zeker. En dat is voor de 100 meter. Wauw! Ja, fantastisch. En laat even de onderkant nog zien. Ik vind dat mooi met die tekst. Ja, bij de gouden zie je het iets minder goed, omdat het niet... Omdat het zo mooi ingaat. Ja, minder contrast zeggen we dat. Ja, ik zie het. Ja, oh, mooi. Ja. Maar het staat er wel echt. Want hoe ver kan je springen daadwerkelijk? Ik heb 5,80 meter gesprongen. 5,80 meter, oké. Dan word je een brons medaille. Wat was de winnende sprong? Hoe ver sprongen die? 6,16 meter was de winnende sprong. Ja, 36 centimeter verder. Ja, dat is dan nog wel weer een stukje. Dat is wel veel. Ja. En de nummer 2 had 6,11 meter. Dus dat was ook wel echt. Ja. Nou, de groep, de dolfijn groep 7-8 uit Haarlem die wil weten, want hoe voelde je toen je won tijdens de Paralympische Spelen? Hoe voelde dat? Ja, dat is best wel lastig te beschrijven. Probeer het eens. Ja, een beetje alsof je de hele wereld aan kan. Gewoon... Ja, 5 jaar lang voor gewerkt en dan dat het ook lukt. Ja. Dat maakt het wel een soort hele grote ontlading van allerlei emoties. En het is een soort van, je gelooft het ook zelf nog niet helemaal. En wanneer kwam het moment dat je het wel ging geloven? Ja, toch echt wel als je met je gouden medaille om je nek naar Wilhelmus luistert. Oké, ja, dat is mooi hè? Ja, ja nou, dat is echt heel mooi. Er werd net gevraagd hoe ver kan je springen, maar wat is de verste sprong die je ooit hebt gemaakt? Dat willen ze van het dolfijn ook even weten. 5,83 meter. Dat was dus, tijdens de Spelen dus ook, Paralympische Spelen? Nee, net niet, dus dat scheelde 3 centimeter. 3 centimeter, 85 was, ja. Oké. Ja. Nou ja, goed, dus jij sprong heel dicht bij je persoonlijk record wat dat betreft. Zeker. Ja. Ik heb kijk welke vraag. Ja, nou, dat vind ik ook een leuke vraag. Want jij doet atletiek, je doet verspringen, je sprint. Maar wat is je favoriete onderdeel? En hoe vaak je mag trainen? Hoe vaak je moet trainen, willen ze ook graag weten. Altijd. Ik vind het is wel een beetje kiezen tussen je kinderen met de onderdelen. Ja. Dus ik kan nou niet zeggen dat er echt één onderdeel het leukst is. Elk onderdeel zijn eigen charme en zijn eigen waarom ik het leuk vind. Ja. Maar ja, 100 meter is wel het koningsnummer. De 100 meter is het koningsnummer, ja. Ja, dus dat is wel, ja, wel ultiem als je die wint. Ja, en dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. Dus dat is heel gaaf. Ja. Hey, als jij gewoon met op basis van jouw ervaringen die jij hebt opgedaan in jouw sport, in jouw leven. Wat zouden de kinderen voor jou moeten meenemen of moeten onthouden? Als ze denken van, goh, nou,
Wat zou je ze voor les mee willen geven? Dat het vooral heel leuk moet zijn. En dat het, natuurlijk is het af en toe ook niet leuk. Ja. Dat hoort er eenmaal bij, maar het moet in het grootste deel van de tijd leuk zijn. En als dat niet zo is, dan moet je echt wat anders gaan zoeken. Als je het niet leuk vindt, moet je wat anders gaan zoeken. Ja. Dat is, ik denk een hele duidelijke boodschap. En in het verlengde daarvan, dat is dan misschien een algemene vraag, die werd namelijk ook nog gesteld. Waar ben je het meest trots op? In medailles of in... Nou, dat staat er niet bij, waar ben je het meest trots op? Misschien is het wel iets heel anders. Nou, ik zal even allebei de aspecten gebruiken. Ik ben echt wel het meest trots op mijn 200 meter gouden medaille. Ja. Want die, dat was een die ik niet helemaal verwacht had. Ja. En waar ik ook echt heel hard heb voor moeten werken, omdat me dat niet zo natuurlijk gaat. Ja. Dus daar ben ik wel het meest trots op wat betreft mijn sportprestatie. Maar daarbuiten ben ik eigenlijk het meest trots op mijn eigen team dat ik heb opgericht. Ik heb een eigen sportteam. Ja. Het eerste professionele Paralympische sportteam in de wereld. Hoe heet dat? Team Para-Atletiek. Team Para-Atletiek, kijk. Ja, en dat hebben wij hier in Amsterdam. En het mooie van dat team is, wij willen staan voor inclusie. Dus dat mensen met een handicap ook gewoon mee mogen doen in de maatschappij en alles. Dat je een persoon niet op mag nadelen. Dus wij doen ook aan inclusie. Namelijk dat valide atleten bij ons mogen komen trainen. En dat het dus omgekeerde inclusie. En dat vind ik wel heel cool dat wij dat zo kunnen doen. En dat wij dat team zo hebben. Met ons team hebben wij 5 medailles gehaald in Tokio. Ja, dat is veel. Dat is wel ook heel cool. Ja, en ik ben ook gewoon heel vooral trots. En dat ik met mijn team heel veel mensen kan inspireren. Die bijvoorbeeld net een handicap hebben gekregen. Om hun een soort van licht in een donkere tunnel te geven. Zodat zij zien waar ze heen kunnen, wat hun toekomst kan zijn. En dat het niet allemaal een domper hoeft te zijn. Maar dat het gewoon zo kan eigenlijk. En dat wat jij zo mooi omschreef, van je kan een handicap hebben, maar je hoeft niet beperkt te zijn in dat opzicht. Nee, precies. En dat willen wij dus echt wel over kunnen brengen aan mensen die net hun been verloren zijn door een ongeluk of door kanker of door een andere reden. Die in het ziekenhuis liggen en gewoon even niet weten hoe hun toekomst eruit gaat zien. En wij willen hun een beetje een beeld geven hoe ze hun toekomst eruit kan zien met een amputatie of met een afzijde verlamming of watsoever. Ja, nou mooi, dankjewel. Mooie les. Ik haal er 2 dingen uit. Dus inderdaad van, je kan een handicap hebben, maar dan hoef je niet beperkt te zijn. En als je iets doet, en dat heb ik al eerder gehoord van de sporters, maar eigenlijk heel veel mensen, blijf het doen zolang je het leuk vindt. En als je het echt niet leuk vindt, dan moet je ermee stoppen. Dus... Dankjewel voor jouw verhaal. Dankjewel voor de antwoorden op de vragen van de kinderen, Marlene. En wellicht zien we elkaar binnenkort nog een keer. Ik vind het mooi dat jij jouw team para-atletiek hebt waar jullie voor inclusie gaan. Dus misschien kunnen we daar ook nog een keer wat over, meer over gaan vertellen. Dankjewel. Ja, jongens en meisjes, dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En volgende week zijn wij er natuurlijk ook weer. Dan is het oktober, dus op 7 oktober gaan we elkaar zien. En wie er dan is, dat is nog even een verrassing. Maar het wordt een geweldig leuke sporter. Hey, dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Hoi, hoi.